ook nog iemand die is aangesloten en die doet ook dingen vanuit zijn middenrif volgens mij. En die zag ook iets in de wereld en die dacht, ik ga er veranderen. En dat kun je op allerlei manieren doen. Maar jij dacht, laat het dus op een leuke manier doen. Ja, inderdaad. Ja, ik vertel. Ja, ik ben Boy Michiels en ik ben docent aardrijkskunde. En eigenlijk, ik hoor hier ook al hele mooie initiatieven om mensen in beweging te krijgen. Nou, dat was in eerste instantie ook mijn gedachtegoed. Om iets te doen met klimaatverandering. En ik ben eigenlijk altijd bezig met didactiek en hoe kan ik bij leerlingen binnenkomen. En dat op een spelende wijze te doen, waarbij leerlingen ook zelf betrokken worden. En ook een beetje handelingsbekwaam worden en weten welke keuzes ze kunnen maken. Nou, en dat klimaatvraagstuk, dat ligt natuurlijk nu heel erg aan de oppervlakte en dat speelt heel erg. En daar wilde ik op een ludieke manier toch aandacht aan geven, waarbij leerlingen er iets aan kunnen doen. En daar vandaan heb ik eigenlijk mijn spel bedacht en dat heet Windkracht. Windkracht. En Windkracht is dus een kaartspel. Het zit in een mooie doos. Je hebt hem misschien kan ik hem even aan de camera laten zien. Dames en heren, dus dan herken je hem straks in de winkel. Ligt hij in de winkel ook al of niet? Hij ligt nog niet in de fysieke winkel. Nee. Daar komt hij nog. Dat misschien, hoop ik. Misschien. Ja. Het is nu vooral online en hij is dankzij de gemeente Tilburg vanuit het Klimaatfonds op alle middelbare scholen beschikbaar. Ja? Maar alleen nog in Tilburg? Op dit moment, dus daar zit nog schaalvergroting, schaalvergroting mogelijk, ja. Precies, ja. Mochten andere gemeentes kijken. Ja, de schuur ligt nog vol. Er liggen nog dozen, stapels vol, die mogen de wereld in. Ja, nou, inderdaad. Bij wijze van spreken. Ja, precies. En gelukkig, want ik zie hoe het verspreid wordt, dat er ook al echt wel aandacht is vanuit Groningen en vanuit Amsterdam. Want er zitten, je speelt het spel als burgemeester van een stad, waar natuurlijk Tilburg niet kan ontbreken. En elke stad heeft zijn eigen klimaatproblematiek. Maastricht, overstroom van de Maas, ruimte voor de rivier. Amsterdam verzakkingen, nou ja, Tilburg verstening. Daar werken we natuurlijk al heel goed aan de afgelopen jaren met geveltuintjes en noem het dan sedumdaken en dat soort dingen. En dat is eigenlijk allemaal verwerkt in het spel. En er zitten bepaalde tactieken in die je kunt gebruiken. Maar het zijn allemaal vragenkaartjes. Ik probeer een beetje te lezen en ik denk ik ga er één uitpakken. Maar je moet wel wat kennis hebben, denk ik, als ik dit zo lees, of niet? Nee, je hebt eigenlijk helemaal geen voorkennis nodig. Wat je nu vast hebt zijn de actiekaarten. Oh. En dat zijn per beurt die je speelt, krijg je eigenlijk, moet je ook een actie uitvoeren. Die heeft te maken met de actualiteit rondom klimaatverandering. Waarbij bijvoorbeeld Tilburg dan autoluw wordt. Dat is een toekomstdroom, dat het binnenstad autoluw wordt. Nou, zulke dingen zitten erin en dan moet je elkaar aftroeven. En soms verdien je geld of soms moet je geld betalen. En elk burgemeester heeft ook een bepaald voordeel in het spel. En ja, op die manier loopt het spel ook eigenlijk altijd anders. Heb je het ook al met onze burgemeester gespeeld toevallig? Niet met de burgemeester, wel met de wethouder. Die is 2 weken geleden bij ons op school geweest. En daar hebben we het met leerlingen mee gespeeld. En ik ben ontzettend blij dat het zo echt vanuit een heel klein idee, want in eerste instantie was het gewoon, ik ga een leuke werkvorm maken. Ja. Met vrienden 's avonds gespeeld. Ik hoorde hier net de spellencarousel. Dus misschien kunnen we die nog aan toevoegen. Dat was er mooi bij zo. Ja. Maar van daaruit is het eigenlijk gegroeid. En heel veel getest en getest en getest. Zorgen dat het speelbaar is. En dat het telkens ook anders verloopt. En op die manier is het eigenlijk heel erg geslaagd. En hoor ik heel veel reacties terug. Want mijn doel is dat het daadwerkelijk iets doet bij de leerling. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment hoor ik dan wat er terugkomt vanuit ouders. En bij ons op school wordt afval niet gescheiden. En dan komen ze erachter, het spel realiseren zich maar afval scheiden. Waarom gebeurt dat eigenlijk niet bij ons op school? Nou, stappen ze op de rector af en vervolgens... Want dat is dus ook wel een beetje de Nathalie Style, hè? Dus de jeugd van tegenwoordig, die gaat gewoon, ja, precies. Hè? Ja. En welke leeftijd geef je dit spel? Welke klas? Het is in principe ook al in groep 7, 8 te spelen. Oh, okay. Maar tot en met 6 VWO. Ik heb het ook in 5 VWO speel ik het. Alleen ik heb er lesbrieven bij gemaakt dat de nabespreking, dat is de key natuurlijk, hoe bespreek je het na, dat op verschillende niveaus kan. Ja. Echt in 5 VWO ga ik in op wat is nou klimaatmitigatie, adaptatie, wat zijn al die vormen. Ja. En groep 7 heb je het gewoon over duurzaamheid en wat is energie-neutraal en welke mogelijkheden heb je daarin allemaal. Dus op die manier is het eigenlijk voor elke doelgroep af te stemmen. En wat is de impact bij kinderen nu? Wat heb je nu al teruggezien in de klas? Nou ja, ook je krijgt soms discussies in de klas dat een leerling zegt tegen mij, ja, ik heb eigenlijk al 5 jaar afgezworen om te vliegen. En nu zie ik al die dingen, wat voor impact het heeft. En dan hoor ik dat zijn familie heeft ze in Amerika en een familie wil toch dit jaar dan naar Amerika toe. En dan zit ze, ja, wat moet ik doen? Ik zeg tegen iedereen, je mag niet vliegen. En nou zit ik zelf in dubio, wat moet ik nou doen? Ja. En het feit dat ze zich daar bewust van zijn en daar het gesprek met elkaar over aangaan, ja, dat is voor mij het mooiste wat er is. Ja, mooi hoor. Ja. Dus, nou, het is wel weer een manier waarop je... Want aardrijkskunde is niet per se het meest sexy vak.
denk ik, uit mijn tijd. Nou, ben ik het niet mee eens. Hangt er helemaal van. Dat is ook weer een perspectief. De racehof is niks en aardrijkskunde is niet leuk. Lima. Ik zou positief, maar je maakt het in ieder geval dan nog sexier in ieder geval. Daar ben je mee bezig, laat ik het zo zeggen. Nou, en het is wel vakoverstijgend, want er zitten scheikundige dingen in, er zitten biologische dingen in. Dus in die zin kun je het zo leuk maken als je zelf wil. Ja. Maar ik zie hier ook zoveel mogelijkheden. Denk van alle aardrijkskunde docenten, dit is eigenlijk gewoon lesmateriaal, toch? Ja. Ja. Ik zou zeggen, verkoop het niet aan gemeentes, maar verkoop het aan die scholen. Ja. Nou, het is ook inderdaad voor particulieren beschikbaar en ook voor scholen. Dus in die hoop dat het nu een beetje de publiciteit ingaat, hoop ik dat het zeker het hele land doorgaat. Hey, zit er een beetje tussen, even de afsluiting, zit er een beetje tussen wat we echt niet weten, maar wel graag zouden willen weten? Of moeten weten? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Je kent het natuurlijk allemaal, want ik zag net al eentje van op een bewolkende dag wek je ook zonne-energie op met zonnepanelen. Ze werken namelijk niet op zonlicht, maar op straling van zonlicht. Ja, dat is een hele leuke, want ik dacht Weten jullie het verschil eigenlijk tussen energie-neutraliteit en klimaatneutraliteit? Geen idee. Oh, help. Nou iemand, verlos ons. Misschien iemand van de regie? Koen? Die termen worden heel vaak door elkaar gebruikt. Bij klimaatneutraliteit is dat eigenlijk dat de energie geen impact heeft op de klimaatverandering. En bij energie-neutraliteit, dan gaat het over bijvoorbeeld energie-neutraal wonen, dan wek je net zoveel energie op als dat je verbruikt. Dus dan blijft de balans netto, zeg maar. Misschien moeten we spellen gaan spelen straks. Wat kost het spel? Het spel kost €35. Mm-hmm. En vooral is ook gekeken natuurlijk naar, het is nu nog relatief kleine oplage, maar dat het ook duurzaam is gemaakt. Dus ik laat het niet in China maken, maar gewoon in Nederland. Ja. En zit zo min mogelijk plastic in. Ja, alleen de plastic dobbelsteen, want met houtbewerking hebben we ook onderzocht. Dat is eigenlijk qua impact op duurzaamheid nog groter, want die moet je op een gegeven moment ook vervangen en die slijt sneller. Maar het plastic zakje rondom de dobbelsteen zit er bijvoorbeeld niet in. Ja. Want dat is weer niet duurzaam. Dus daar is wel over nagedacht. Kijk. Ja. Nou, heel veel succes. Top. Misschien komen we je de volgend jaar ergens hier tegen als ondernemer die dit spel... Of het volgende spel komt er misschien al weer aan. Wie weet. Ja, nou, misschien eerst een schaal van anderhalf jaar. Dus, precies. Dit was even lopen mooi. Heel erg bedankt en heel veel succes. Ontzettend bedankt. Dankjewel. Goed, superleuk. Doe je ook wel eens, heb jij zelf nog een lievelingsspel? Nou, ik vind in strategiespellen wel heel leuk. Koningin van Catan. En god weet het van vroeger. Risk. Ja. Werelden veroveren. Wereldje veroveren. Dat doe ik met de twee boys en mijn man. Ja. Dus leuk. Wij doen wel op zaterdag wel eens een spel. Ja. Dus, en zou je er ook gevoelig voor zijn, denk je? Wat zijn de leeftijd van jouw boys? 15 en 16. Oh, nou, dus dat... Boeien. Dus de leeftijd boeien. Ja, lastig. Oké, uitdagend. Ja. Boeit het ze wel wat jij allemaal doet? Zijn ze ook wel eens aanwezig of gaan ze... Zijn ze hoe werkt dat? Ja, nou, die kleine dingen van plastic scheiden en afval en geen dingen op de grond. Ook je kauwgom niet op de straat kwakken. Daar heb ik ze wel... Ja, dat zijn van die kleine dingen. Die geven ze wel mee. Nice. Ja. Dus en moet je daar nog veel voor doen? Of zeg je van, nou, dat is ondertussen zo ingebakken. Dat zit in het systeem. Ja, dus ben je op tijd mee begonnen. Ik zie nooit iets weggooien. Dat is echt, ik weet niet, als ik niet in de buurt ben, maar dat geloof ik niet. Er kunnen dingen in het systeem belanden. Hoe is het bij jou thuis? Nou, mijn dochter probeert al een hele lange tijd mij bij Pieter Pot te krijgen. Wat goed. Ja, dat vind ik ook leuk. Dat is wel goed. Maar die komen nog niet in de race. Die zijn heel erg veel daarmee bezig. Leveren die al bij jullie ook? Ja, die leveren nu ook bij ons, maar ik moet dat nog gaan regelen. Nu de race of nog? Nu de kijk. Precies. Hebben ze dat ook niet in de race? Ook niet. Ja, maar dat is vast onderweg. Dat gaat nee, maar het, je ziet die jeugd, die is echt bezig. En ik denk dat Boy dat ook echt wel kan onderschrijven. Die jeugd is zo bezig met die aarde. En vroeger in mijn tijd was het zeg maar red de aarde. En dan had je een betere wereld, begin bij jezelf. En red de panda. En weet je wel, en nu zit het echt gewoon, dit zit gewoon bij ons. Ja. Het gaat niet meer over de oerwouden of over de regenwouden. Het gaat over hier en nu. Ja. Nu zijn het echt de rebellen die aan de macht proberen te komen in ieder geval. Toch? Nou ja, de mensen die nu aan de macht zitten, die maken er in ieder geval een zootje van. Daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Dus ik hoop dat er mensen, jeugd van nu aan de macht gaat komen over jaren. Ja. Die dan het beter gaan doen, hè? Ja. Ja. Dus wat dat betreft is er nog een lange weg te gaan. Maar die jeugd, daar ben ik wel heel erg hoopvol in.